Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Elke woensdag een nieuwe video. Ja. Huh? Dat vind ik gek. Ja, Maxime, ik verwacht jou niet. Nee, Maxime die komt niet. Oh, en dat kom jij vertellen? Ja. En je hebt iets met je arm? Ja. Wat is dat? Ik heb een ongelukje gehad, maar... Oh. Met frituren voor de klas. Oké, dat ziet er niet goed uit. Maar waarom komt het Maxime zelf niet? Nou ja, die voelt zich niet zo goed. Laat Maxime dat zelf even komen vertellen. Ik denk toch niet dat ze gaat komen, maar... Nou... Maxime... Nee, dit is... Wat? Maxime is echt helemaal in paniek en ja... Wat is dat dan? Want ik heb met haar 3:10... Haar telefoon heb ik een... is gehackt. En, wat? Ja, gehackt. Dus er staan nu dingen van haar online. Wat ja, maar ik wil het liefst, wil ik... Maxime, alsjeblieft, ja, dan... geef mij Maxime. Please. Dan ga ik haar wel halen. Ja, ga dan maar even halen, want ja. Lijkt mij wat handiger. Ja, Maxime. Ja, daar ben jij. Wat is er met jou? Gaan we even zitten. Maar wacht even, dames, dan komen jullie erbij. Maar dat is niet de bedoeling, hè? Ik heb met Maxime alleen een gesprek. Een mentorgesprek. Denk niet dat ze dat heel fijn vindt. Tessa, dat ga jij niet lopen bepalen. Nee, ho, jong, meiden. Hallo. Maxime's telefoon is gek. Ja? En nu staat ze op Instagram. Shannon, alsjeblieft. Ik wil even met Maxime zelf praten dan. Maxime, wat is er aan de hand? Want... Niemand heeft haar gefilmd terwijl ze gewoon een handstand aan het doen was. Ja, maar wacht even, Tessa. Ik wil het even van Maxime zelf horen. Ik krijg constant appjes van mensen die je opmerkingen maken. Maxime, Tessa, wat vertel eens dan? Nou, ze was gewoon thuis en ze deed een handstand gewoon voor de grap. En toen was haar ex-vriendje was ook bij haar. En dat is gefilmd of zo? Ja, die was haar aan het filmen. En toen ging haar shirt omhoog. En nu staat ze dus gewoon met de blote tieten gewoon op Instagram. En het lijkt alsof ze het er zelf op heeft gezet, maar waarschijnlijk heeft haar... Iemand heeft haar wachtwoord. Iemand heeft gewoon, en haar wachtwoord is ook gewoon het wachtwoord van meer van haar. En heb je nu je wachtwoorden veranderd dan, Maxime? Maxime, heb je nu je wachtwoorden ja, veranderd? Ja, tuurlijk heb ik mijn wachtwoorden veranderd. Maar je kan het gelijk al opslaan. Dat is al heel verstandig. Mijn ex, die had gewoon een filmpje van mij gemaakt. Ja. Het was gewoon leuk, het was helemaal niet de bedoeling. Ja. Nee. Maar wie weet dit? Nu? Nou, Oh, alleen nou, jullie? Op de hele school. De hele... Maxime, klopt dat? Jij hebt iets gezet op Instagram? Nee, dat heb je niet zelf gedaan. Ze maakte een handstand ja? En toen ging haar shirt omhoog. En toen zat ze in de blote tieten. Nou, dat heeft haar ex-vriendje gefilmd. En die ex-vriendje heeft het op internet nee, gezet? Nee. Maar hoe komt dat dan op haar... Op jouw Instagram... Maxime, op jouw Instagram staat iemand een... Heeft al haar ja, Shannon, hallo, ik wil het even iemand van... Iemand heeft al haar wachtwoorden Shannon. Iemand die al haar wachtwoorden heeft, heeft het op Instagram gezet. Ik denk dat het verstandig is... Om even jouw ouders te gaan bellen, sowieso. Dan kunnen ze even hier naartoe komen. Alsjeblieft, niet mijn ouders. Maar mijn vader die niet doen. Wat hè? Maxime, even rustig. Hij wordt boos. Wat hebben Maxime? Moet ik niet aan haar ouders vertellen? Alsjeblieft. Je kan toch niet zeggen dat de dochter. Oh ja, mijn dochter staat. Niet door elkaar heen. Dat kan niet. Niet door elkaar heen praten, graag. Dan komt ze gewoon nooit meer naar school. Logisch nadenken dat je niet tegen. Moeder van Maxime. Ja, uw dochter staat lekker met de blote piet op Instagram. Oh ja, dat is fijn. Oh, joh. Nee, okay. Niet lezen. Je moet die appjes niet lezen. Nee, dat slaat niks op. Wat zijn het dan voor appjes die er nou binnenkomen? Mensen die haar zeggen, oh, lekkere blote tieten heb je, Max. Lekkere blote tieten heb je, Max. Of van? Van mensen die gewoon klasgenootjes en... Maar iedereen weet het. Ja. Kan dat nog eraf worden gehaald? Het is er al af, maar iedereen heeft het toch al gezien. Oké, wie heeft het kunnen doen dan? Irelin. Wie? Irelin. Irelin? Ja, sowieso. Waarom Irelin? Irelin heeft al haar wachtwoorden. En toen heeft ze ruzie gekregen. En ja, waarom heeft Irelin jouw wachtwoorden dan? Ja, omdat ik haar vertrouw. Tessa. Ik vertrouwde haar. Wacht even, je wachtwoord is gewoon persoonlijk. Die moet je niet echt geven. Soms zet je het iemand toch even op je laptop of op je telefoon. En dan zeg je gewoon even van, hey, wil je even snel je wachtwoord geven? Nou, dan... Als je veel met elkaar omgaat, dan weet je gewoon elkaars wachtwoord. En ik vertrouw. Je vertrouwt elkaar, toch? Ja. Tessa weet ook al mijn gegevens. Ja, ik vertrouw Tessa voor haar leven, dus ja. Goed. Dan lijkt me het verstandig dat ik Irelin even erbij ga halen. Is Irelin op school of...? Ik zag haar net in de aula. Nee, maar die is al lang weggegaan, joh. Die is veel te warm. In de aula? Ik ga toch even kijken dan. Dat lijkt me het verstandigste. Maar
Morgen zijn ze het alweer vergeten. Toch niet normaal wat ze zeggen. Niet naar kijken. Niet naar kijken. Hier is Arlin. Het wordt dus beweerd door Shannon en door Tessa dat jij dat iets met een filmpje... Weet je wat voor filmpje ik over heb? Ja, van... die heeft iedereen gezien. Die heeft iedereen gezien? Ja, dat staat op het internet. Ja, maar de vraag is of jij dat erop gezet hebt. Nee. Ja. Denk je serieus dat ik het heb gedaan? Jij bent de enige die mijn wachtwoorden heeft. Waarom zou ik dat doen? Ja, dit is typisch iets voor jou. Ik zou niemand anders durven aanwijzen wie dat zou doen, behalve jij. Want? Omdat jij bent zo stiekem, jij bent zo... Jij ja, geniet van de... Ik wilde aandacht, en dan ben ik stiekem, ja, jij geniet, dat jij geniet, okay. Jij geniet altijd van de negatieve dingen van de ander. Daar geniet jij van. Shannon, daar leef jij op. Shannon, alsjeblieft. Ik heb het niet gedaan, Maxine. Heeft ze wel gedaan, heeft ze wel. Kijk maar aan, ik heb het... Later maar. Rot dat met je hoofd, ga aan de kant. Weg met die arm. Maxine, wat? Aan de kant, ja. Arlin, rustig nou even. Ga jij maar even naar buiten. Klaar. Hoe ging het hoor, Max? Nee. Kijk, zie je, dit is Arlin. Ja. Dit is zo typisch weer dat ze weer wegloopt. Ja, en dat ze altijd weer alles ontkent, terwijl ze weet heel goed dat ze dit heeft gedaan. Maar jullie hebben ook... de ouders van Arlin bellen. Hè? Ja, jullie hebben ook geen bewijs dat Arlin het gedaan heeft. Ze is de enige die die wachtwoorden heeft. Nou, dit is vast lopen beschuldigen, ja? Daar is Arlin, niks vals aan. Is dit? Dit is helemaal niks vals aan Arlin. Hé, hallo, ho. Jij bent toch de enige die met die wachtwoorden? Ho, wacht even. Wat is nou allemaal... Ik heb een Nokia van 20 euro. Weet je wel, zo'n ding die mensen die jaar geleden hadden? Ja? Luister, je zit op school. Op een laptop kan je niet eens iets op iemand Instagram. Tuurlijk wel. Oké. Oh, maar je had er toch geen verstand van? Want je hebt toch zogenaamd geen Nokia? Dus nu verlul je jezelf toch? Ik heb gewoon een Nokia. Nu verlul je jezelf. Shannon, alsjeblieft, even, we moeten even rustig worden, sowieso. Ja, dus Arlin, ik vraag jou, ga even weer weg. Hey. Ja. Maar eigenlijk maak je de situatie alleen maar ingewikkelder. Als ik Arlin geloof, dan heeft iemand anders de telefoon gehackt. Ja of nee? Je hebt nee. Wachtwoorden voor nodig. Ja, maar misschien heeft iemand anders dat ook. Wie dan? Ja, dat weten we nu dus. Dus daarom, dat heb ik ook in mijn les vorige keer besproken, dat het zo ontzettend belangrijk is dat je je eigen persoonlijke wachtwoorden beschermt. Alsjeblieft, is zo belangrijk dat je dat... Ja, ik heb het vorige keer in mijn les ook... Wie is dat? Tim... Wie is dat? Ik kan gewoon opmeen. Nee, ik kan hem niet opmeen. Ik kan hem niet opmeen. Ik heb hem niet verteld dat ik nog met mijn eigen zoon ga. Ik heb gezegd dat hij niet kan. Nee, hij snapt dat hij niet kan. Rustig, Maxime, hallo. Druk hem even weg. Nee, niet opnemen. Maar druk hem anders weg. Hij is weg. Maar dan ziet je dat hij wegdrukt. Ja. Je ziet dat hij hem wegdrukt. Dat kan ook niet. Oké. Nee, daarom. Ik wil... Rustig weer? Zou ik opnemen? Nee. Wat is dit nou? Dat is haar vriendje. Ja, neem... Druk hem anders. Wat is... Max! Wat? Maxi, doe rustig! Hallo. Wat gebeurt er? Wat is dit nou, mam? Hallo, was hij... Tessa? Oh, jezus. Ja, heftig voor Maxine dat haar telefoon is gehackt. Lieve mensen, zorg ervoor dat jouw telefoon niet wordt gehackt. Hoe doe je dat? 3 dingen. 1. Ga nooit je wachtwoorden lopen delen met anderen. 2. Gebruik alleen sterke wachtwoorden. En 3. Elk account een ander wachtwoord. Ga dat doen of ga anders ook even kijken op www.veiliginternet.nl. Er zijn allerlei handige tips om jezelf te beschermen tegen internetcriminelen. Ga dat doen. Goed, dit was het. Like deze video en dan zeg ik gegroet. Ga je allen en tot de volgende week. Groetjes, hoi! Word abonnee. Like ons op Facebook en volg ons op Instagram.